Goedenavond, welkom bij Doc Cinema. Ik ga vertellen wat er nu te zien is in de bioscoop en wat we verwachten. We beginnen met A Man Called Otto. Een geweldige film met Tom Hanks in de hoofdrol. Hij speelt werkelijk een glansrol. Deze film is in 2016 uitgekomen als Zweedse film en destijds ook genomineerd voor 2 Oscars. Het gaat over een Noorse man, ja, met een beetje rare gewoontes. Hij krijgt op een gegeven moment nieuwe buren en ja, dat gaat zijn wereld helemaal op zijn kop zetten. Werkelijk een film die je moet zien met een lach en een traan. Don't you let that dog piss on my walkway. He has no idea who's doing that. Well, it was one of you. Hey, Otto! No. Don't you dare let that little red dog piss on my walkway again. Ignore him, Prince. He has no idea who's doing that. Well, it was one of you. Get out of here. You cannot use this road without a permit. Have a nice day, sir. You know, the other guys don't do this. The guys with the white trucks. How come it's always you brown guys? And I don't mean that racially. I'm sorry you didn't get me here earlier. The whole neighborhood is falling apart these days. No, stop! Oh my god. Give me the key. En we gaan verder naar 2 maart, Creed 3. Gemaakt door Michael B. Jordan en ook in de hoofdrol Michael B. Jordan. Inmiddels al een succesvolle franchise, we kennen natuurlijk allemaal vanuit de Rocky films. Het gaat Adonis Creed voor de wind. Hij heeft sportief, maar ook privé zit zijn leven op de rit. Totdat een jeugdvriend zich meldt. En die zet nogal alles op zijn kop. Niet alleen privé, maar ook sportief moet hij zich laten gelden. I spent the last 7 years of my life living out my wildest dreams. Bianca, Rocky, my dad. This is built on their shoulders. Hey, my man, can I help you? Let me get an autograph. Nah, I ain't signing an autograph, but you get off my car. You don't remember me, huh? Damien. How long were you locked up? 18 years, bro. Just got out last week. Glad to have you back out, huh? I know I've been away a long time, but I kept myself in shape. I still got gas in the tank. Come by the gym. Thank you. Dan gaan we naar 15 maart. Een Nederlandse film, All Inclusive. Ik heb horen zeggen dat daar ook een hele leuke avond mee wordt georganiseerd. Met een van de beste sushizaken in Venlo. Dus ik ben er snel bij, want ja, vol is vol natuurlijk. Het gaat over een gezin dat naar een resort gaat op het geweldige Bonaire. Alles gaat heel erg aardig, het is heel erg gezellig. Totdat de vrouw des huizes een pauze wil inlassen in hun relatie. Ja, dat valt natuurlijk hard op zijn dak. Hoe dit op te lossen, terwijl ja, niet alleen het gezin, maar vooral hij zelf het struikelblok is. Ga deze film zien, want het is echt een hele leuke romantische comedy. Deze vakantie heeft je moeder een godsvermogen gekost, dus nu gaan we genieten ook. Ik wil een tijdje uit elkaar. Ja hoor, ik had het nog wat dramatischer. Dan in paradijs. Ik zou het echt heel fijn vinden als we toch kunnen proberen er een leuke vakantie van te maken. Voor de kinderen. De eerste keer hier. Ik hoop wel dat er een beetje lekkere boys zijn. Wat moeten lekkere boys met jou? Hot girl summer. Hoezé. En jij wordt ook ontgroend. Wil je dit huwelijk zo graag in stand houden? Wat is er met papa aan de hand?